op het beleid staat omschreven in het meerjarenplan, wat ik zelf al iets heel positief vind, zeker als armoedecoördinator, omdat je wel een soort van basis hebt om vanaf te vertrekken. Dat wijst er ook wel op dat er heel wat draagvlak is ook wel rond het thema om eraan te werken. Het is ook wel een van de prioriteiten als het naar voren geschoven. En dat maakt ook dat je naar je partners ook een mooie start kunt maken. Ja, natuurlijk zijn er heel wat middelen aan verbonden ook. Dat gaat over middelen die we zelf kunnen spenderen, dat we wel altijd doen in samenspraak met het Armoedeforum ook. Zo hebben we dit jaar de middelen gespendeerd aan het 1710 en een actie te doen om meer naar buiten te treden rond het thema. Maar daarnaast hebben we ook wat samenwerkingsverbanden die we wel hebben vastgelegd in ons meerjarenplan. Zo denk ik aan onze samenwerking met Depot Margot, dat we nog steeds meer en meer aan het uitbreiden zijn en waar we wel wat structurele vorm willen geven. En daarnaast gaan er ook wel middelen naar vrije tijdsparticipatie, waar we een samenwerking hebben met Rap op Stap, wat we ook wel een heel belangrijk thema vinden, omdat vrije tijd toch wel een belangrijk levensdomein is, wat ook voor kinderen heel veel kansen biedt naar ontplooien en naar talentontwikkeling. Wij hebben er bewust voor gekozen deze legislatuur om kinderarmoede ook op te nemen in onze beleidsvisie, dus ons bestuursakkoord, waar we kinderarmoede effectief een paar keer ook benoemen en wat we daarmee willen doen. En dan hebben we dat effectief gekoppeld aan acties en dus logischerwijze ook aan budgetten dat daarvoor nodig zijn. Dus we hebben ook een aparte post voor kinderarmoede, voor onze coördinator en dergelijke. Maar we hebben ook op andere plaatsen de budgetten verhoogd, zoals bij vrije tijd of onderwijs, waar we dan extra nog op willen inzetten. Ik denk inderdaad dat het start bij de budgetten. En dan is het denk ik belangrijk dat er iemand dat vastpakt. Ik denk dat doordat ik echt daarvoor aangesteld ben en dat echt mijn domein is, mijn expertise, ga ik dat ook vasthouden. En doordat dat ik dat vasthoud, krijg ik mensen daar ook wel in mee. En ik denk dat het dan heel belangrijk is om tot actie te komen. Ik denk het middenveld dat wij hebben is heel betrokken. Doordat wij inderdaad samen acties ondernemen en ze betrokken worden in dat beleid maken en in de visie uitwerken. En in actie leert je elkaar kennen, komt er vertrouwen, komt er wederkerigheid en dan wordt dat echt een gedragen iets. Terwijl dat ik dan wel trek, maar dan heb ik wel mijn personen die daarmee voor strijden, zeg maar. Maar iemand die het vastneemt is wel heel belangrijk. Het is zo dat in de vorige legislatuur onze stad al aan het experimenteren was met de SDGs. En daardoor werd het eigenlijk vrij snel duidelijk dat wij in de nieuwe legislatuur ons meerjarenplan op basis van het SDG-kader zouden ontwikkelen. Dat betekent dat je een heel handige kapstok hebt. Als het gaat over welzijnsbeleid, dan zijn er meerdere SDG's van belang. Armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsvol onderwijs, ongelijkheid verminderen. Dus rond die doelstellingen werkt het Huis van Welzijn. En dat zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk kan opvolgen. Zijn wij hier nu aan al die doelstellingen aan het werken? En op welke manier doen we dat? En onder al die doelstellingen hebben we dan actieplannen gemaakt en die worden ook opgevolgd doorheen de hele legislatuur. Anderzijds is het ook belangrijk om dat belang van bijvoorbeeld geen armoede, om iedereen daarvan op de hoogte te brengen, om iedereen daar bewust van te maken. Niet alleen het Huis van Welzijn, maar ook alle andere diensten. Doordat die kapstok gebruikt wordt, verwachten we eigenlijk van iedereen in de stad dat men er ook rekening mee houdt als je bijvoorbeeld een tariefverhoging doet van een evenement of een activiteit, dat er rekening gehouden wordt met die kwetsbare doelgroep. Vandaar het belang en ook het nut van dat kader. En dat helpt ook om al die doelstellingen op te volgen. Het is uiteraard niet voldoende van alleen de doelstellingen te formuleren. Het is ook van belang dat je die kan uitvoeren en dat er daar dus budgetten aan gekoppeld zijn. Vandaar dat bij elk actieplan dat wij hebben, dat er ook effectief budgetten vrijgemaakt werden van bij de start van de legislatuur om al onze plannen die we hebben te kunnen uitvoeren. En die budgetten worden ook elk jaar opnieuw bekeken, worden bijgesteld in beide richtingen. Als er tekorten zijn of overschotten, dan worden die verschoven naar andere doelstellingen of naar nieuwe doelstellingen. Binnen ons meerjarenplan. Daarnaast is het ook zo dat wij een projectpot hebben voorzien. Dat is een pot voor bijvoorbeeld cofinanciering van projecten die door de hogere overheid worden voorgesteld, zodat we ook altijd de flexibiliteit hebben om tijdens de 6 jaar in te spelen op de noden die zich voordoen.